dat je stopt te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op God of the Team. Blijk als vier. Hey jongens, vandaag zitten we weer lekker op God of Duty Black Ops 4 en we gaan weer lekker de Ruin kiezen, omdat dat onze favoriete specialist is. En jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden van Black Ops 4, want we gaan gewoon weer lekker knallen, we gaan gewoon lekker eventjes een winnetje pakken natuurlijk. De vorige keer hadden we volgens mij verloren, dus dat was helaas jammer, maar in ieder geval, ik hoop dat we dit potje in ieder geval wel lekker kunnen winnen. We gaan weer met de Rampart spelen, die we helemaal goud hebben natuurlijk, met gewoon dezelfde attachments als maandag, een scavenger, lightweight. Ja, en High Caliber, FMJ, FS Max. Dat vind ik het chillste om mee te spelen op dit moment. En we gaan gewoon kijken of dat we weer ons best kunnen doen natuurlijk. Gewoon weer lekker die kills kunnen droppen. Weer een UV'tje of zelfs die... Wat heb ik allemaal nog meer eigenlijk aanstaan? In ieder geval genoeg. UV'tje, een Hellstorm en nog iets anders. Dus laten we dat eens even knallen. Laten we eens even proberen of dat gaat lukken. Dus ik hoop dat jullie er weer zin in hebben, jongens. Er staat al eerste man met een sniper op ons te wachten. En die ons ook gelijk door onze kop heen knaaien, gewoon. Want dit is alweer jammer. Want een droef doet eerste klas dat, jongen. Oh! Dit potje heeft lag. Wow, no hack. Dit potje heeft lag. Is niet zo chill. Nee, onzuiver dit. Ja. Dit is kak. Dit is even kak, ouwe. Dit is echt eventjes dikke stront, gewoon. Ja. Ja, vond hij daar leuk te springen daar ook, als een bunny hopper, maar daar word je niet eerste mee, dat zou ik je zeggen, maar... Oké, okay, let's go, we pakken weer een scavetje op, er staat weer een teammate hier te campen als eerste klas gehaktbal. Dus het gaat lekker. Ze zit hier onder mij te knallen, houden. No man, smoke. Atzee, double killtje in de pocket hier. Oh god, non de jus. Hoda. Waarom maak ik dat diekje omhoog? Ik heb geen idee. In ieder geval, let's go. We hebben double kills er net gemaakt, dus chill. Ja. Volgens. En dan. En dan moet je het even. Dan moet je het even weten, weet je. Zo net werd hier een enemy. Ik ben daar een beetje bang, bro. Dus vandaar dat ik even die kan niet opgaan, namelijk. Er ligt een racer waar je van ons, dus we gaan even op deze auto staan en dan gaan we zo op deze paal. Deze paal staan. Met een paal dansen, jongens. Nee, grapje. wat is dan nog een gek iets, Floris? Wat kun je me daar nou weer bij? Ja, dan kan paal staan. Ja, fucking right, man. Kijk, we zijn een beetje voorzichtig aan het spelen. Ik weet niet of jullie het merken, maar we zijn een beetje gewoon de hele tijd een beetje ingezoomd rond deze map aan het kijken en zelf niet dood proberen te gaan als je gerondblokt bent. Want het is namelijk hartstikke verschrikkelijk. Ik snap namelijk. Ik ben op de UV aan het koekeloeren, jongen. Huh? Hey. Ah! Trash kill. Trash kill, ja precies. Dat is echt een kut kill, ouwe. Oh, wat achter mij? Oh, anders hadden we hem gehad, ouwe. Anders hadden we hem gehad. Er kwam iemand achter mij, wat ik helemaal niet door had namelijk. Dat was als even zware onzuiver iets. Oh, wat fuck. Oh, dit is onzin. Oh, dit is onzuiver. Let's go, boys. 1, 2, 3. Lopen in die rij. Oh, jij bent gaan. Dit van mijn bal. Jij bent gebonsoerd, ouwe. Niet normaal lekker, ouwe. Maar jongens, als je in ieder geval, als ik dat nog vergeten was om te vertellen. Als je de Black Ops 4 video's leuk vindt van mij om te kijken. Ja, laat het zo eens even weten in de reacties natuurlijk. Het zou super dope zijn. En ja, dan weet ik in ieder geval dat we gewoon lekker kassier kunnen knallen. Want Fortnite, jongen. Haalden jullie er nog heel veel plezier uit, boys? Ik bijna niet meer, ouwe. Ja, op de livestreamen. Maar als ik straks na de kerst, jongens. Dan hebben we een Elgato. Want ik vraag dan namelijk dat kerst en Elgato. Hier is een bijna een hele lekker dubbel kill. Maar na de kerst hebben we in ieder geval een Elgato. En dan kunnen we in ieder geval BO4 of PlayStation Games in ieder geval livestreamen. Dus we kunnen weer lekker die GTA races in ieder geval weer doen. Als mensen dat weer leuk vinden. En al die zooi. Maar ook heus nog wel een keer wat Fortnite hoor. Maar ja, ik haalde eigenlijk de laatste tijd helemaal niet zoveel. Waar is die andere? Waar is die andere? Waar is die andere? Heel veel plezier meer uit Fortnite, ouwe. Ik dacht dat het een enemy teammate was, maar toen schoot het erop en toen was het in één keer een enemy. Oh, jammer dit.
Oké, dat ging best wel even hard, ouwe. Dat ging best wel even hard. Maar in ieder geval, na de kerst, ouwe, er komen er weer hartstikke leuke streams aan. In ieder geval met... hoe heet dat nou? Met GTA, met vrienden natuurlijk. En livestreams natuurlijk, bij. Daarvoor neem ik natuurlijk de Elgato. En dan gaat natuurlijk het opnemen natuurlijk ook veel makkelijker. Want nu moet ik echt allemaal snoertjes gaan verbouwen. Wil ik eindelijk een video gaan opnemen. Dus ja, dat is niet erg op zich. Maar dan kunnen we veel sneller en simpeler een video maken. Dan staat alles direct op mijn PC in plaats van USB-stickjes in doen en overzetten en meuk. Dus nu gaat dat... Ik heb één ammo. Eén kogel. Oh, daar kwam niet ver mee. Maar dus dat gaat allemaal wat makkelijker. Dus dan gaan we grinden. Oh, dus een... Oh, donderen kubbel. Sorry, dat klinkt heel raar. Bonjour hier, ouwe. We gaan echt even lekker, ouwe. Dit is echt een heerlijk momentje, dit. Dus ook weer naar, onzuiver dit. Onzuiver. Waar haal je de streaks wel, grap? Ik had gehoopt dat daar iemand liep, maar... Oh shit, gek. Oh shit, gek. Oh shit. Hij wist dat ik er stond, maar we hebben hem, ouwe! Woo! 75 weer, let's go. We staan 21-6. Prima score, hoor, vind ik zelf. Ja, het kon niet anders dan wij dit zijn. We zijn... Let's go, boys. Heerlijk. Kijk, die kruk komt al, want die hond daar was gekild. Dus, jongens, Ruin, dat ding, als je die stamp ding doet, ja, hoe heet dat? Ik weet niet hoe dat ding heet. In ieder geval, als je dat ding doet, is je hond ook gelijk meteen dood. Kan je echt wel lekker doorspelen. Heb je misschien nog wel eens een enemy gekild erbij ook, wat ik zo net had. En dan gewoon nog even een kill achteraan pakken. Hoe chill is dat? Maar als jullie deze video weer leuk vonden van Black Ops 4, moet je het sowieso even achterlaten in de reacties. Geef eventjes een like, zou super dope zijn. En dan zijn wij alweer level 21, jongens. Holy shit, wat gaan wij toch weer lekker. Precies 1 nog wel, hè. Dus jongens, ik zeg jullie tot de volgende keer bij de volgende video. En dan zeg ik bye bye, boys. Bye.